En ik heb hem maar eventjes onze eigen Drentse zwerfkei genoemd. Een kei van de kerel, Henk Eggens! Want het was een plek van samenkomst. Een plek waar men het had over dingen die ertoe doen. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En wat ons betreft blijft dat gewoon zo. Het gaat over de liefde voor cultuur. Het gaat over de liefde voor de gemeenschap. En het gaat over verbindingen die ertoe doen. We hopen oprecht dat met Van Slag als cultuurpodium het merk Borger Odoor, dat we dat kunnen versterken. Wij zijn daarvan overtuigd. Borger wil een nieuw hart, een bloeiend hart, een dynamisch hart. Van Slag laten tikken, zonder van de wijs te raken. Tot slot wil ik nog één persoon bedanken. Jansje. Omdat ze soms schillend gek van me kan worden. Ze gelooft in mij, niet blindelings. Weet heel goed wat ze wel wil en wat ze niet wil. Maar we trekken samen op met al die anderen. En Jansje is dus voor mij de gedroomde partner. En daarom hou ik van haar. En nu op naar de mooie toekomst. Dit feestje is de afsluiting van het bouwen. De fundamenten liggen er. Nu op naar een nieuwe fase van verkennen en ontwikkelen. Van gewoon doen, de handen uit de mouwen en gaan. En dan mag ik op jullie hulp breken, hoop ik. Ja. Ja, ik wil eigenlijk nog iemand uitnodigen op het podium. Je werd net al eventjes genoemd in het verhaal, Jacob Bruintjes, de wethouder. Kom maar even naar voren, ga maar even ervaren hoe het is om hier op dit podium te staan. Mag ik een applaus? Dames en heren, nog nooit ben ik zo op een podium ontvangen als hier vandaag. Dat vind ik al uniek eigenlijk. We zijn hier vandaag eigenlijk op een hele bijzondere plek. Want ik denk dat deze plek naast het Hunebed de meest historische plek van deze omgeving, van deze samenleving is. 19 april 2013 als een historische dag. Want vanaf nu is Borger compleet van slag. Now there's someone.